Welkom bij UNTIL Césaire College Tour. Mijn naam is Bram Kuipers en ik ben derdejaars lid bij UNTIL Césaire. In deze serie afleveringen interview ik reunisten over hun lidmaatschap, over hun tijd bij ons en over wat dat heeft toegevoegd aan hun studententijd en verdere carrière. Vandaag is de gast bij ons Feike Siebesma. Meneer Siebesma was tijdens zijn studententijd lid bij UNTIL Césaire. En hij was tijdens zijn carrière onder andere 13 jaar lang CEO van DSM. DSM is een wereldwijd chemiebedrijf en in 2018 riep de Volkskrant hem uit tot meest invloedrijke Nederlander van dat jaar. Op dit moment werkt meneer Siebesma als speciaal coronagezant namens het kabinet en onderhandelt hij over coronavaccins voor Nederland op de wereldmarkt. Meneer Siebesma, dank voor uw komst en welkom terug op Sociëteit Symposium. Hoe voelt het om weer terug te zijn? Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, het is heel leuk om hier weer terug te zijn waar je jarenlang hebt rondgelopen. Ik moet zeggen dat ik geen moeite heb om de weg te vinden. Ik weet de namen nog van de meeste kamers. Want natuurlijk zijn de tijden enorm veranderd. Maar Symposium en UNITAS is ongeveer hetzelfde als dat ik het bijna 40 jaar geleden hier heb achtergelaten. Er zijn wat kleine veranderingen, kleine aanpassingen, maar je voelt je hier zo weer thuis en je haalt herinneringen op toen wij al die jaren hier rondliepen. Ja, dank u wel. In welke periode bent u lid geweest? 77 kwam ik aan en toen mocht je nog langer studeren. Ik heb tot 84 in Utrecht gestudeerd en toen werd je oud lid. En dat ben ik nog steeds trouwens. En daarna ben ik naar Rotterdam gegaan, waar ik een tweede studie gedaan heb. Maar in die 77 tot 84 liep ik hier toch heel veelvuldig rond. Ja. Zeven jaar lang mogen genieten van het studentenleven. Dat is inmiddels wel voor de meeste studenten wat anders. Er kijken naar dit interview veel mensen die nu gaan beginnen met studeren. Wat heeft u aan uw tijd bij ons hier gehad? Ja, eigenlijk heel veel. Ik heb heel veel aan mijn studententijd te danken. Heel veel te danken aan UNITAS ook. Als ik terugkijk op die periode, is het eerste wat er in me opkomt, is dat het gezellig was en leuk was. Dat is het allereerste. Gewoon heel veel lol gehad. Het tweede, ik heb heel veel van mijn vrienden, mijn beste vrienden, hier ontmoet. En dat is hier begonnen. En het derde is, ik heb mezelf ook kunnen ontwikkelen, kunnen ontplooien door commissies. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. De president van de Noviciaatscommissie geweest. Kom ik straks misschien nog op de IC, zoals jij dat nu doet. Maar ook Drechtvaarders, Biologisch Actief, Kroegcommissie enzovoort. En wat je leert in die tijd is toch beginnend. Hoe je moet besturen, hoe je met anderen moet samenwerken. Hoe je van A naar B komt gezamenlijk. Daar had ik natuurlijk geen ervaring mee, alleen maar op school gezeten. En die ontplooiing heb ik hier ook kunnen krijgen. Ik denk dat wij dat nu ook ervaren samen met de commissie die ik nu begeleid en waarmee we dit ook maken. Kan ik dan samenvattend zeggen dat u het erg aanraadt om lid te worden van een studentenvereniging in het algemeen en meer in het bijzonder van UNTIL Césaire? Oh, zeker. Ik zou iedereen aanraden om lid te worden van een studentenvereniging. Misschien zeker ook nu, omdat het lesgeven aan het veranderen is en dat er meer online gaat gebeuren. Zeker ook in de coronatijd, misschien ook daarna. Dat het wat lastiger wordt misschien om je medestudenten te ontmoeten. Het is heel makkelijk om je terug te trekken op je kamer. En je moet deze periode ook gebruiken om lol te hebben. Je moet deze periode ook gebruiken om goede vrienden te maken. Je moet deze periode ook gebruiken om je te ontplooien. En een studentenvereniging kan daar enorm in helpen. Wat natuurlijk wel zo is, we hadden het iets makkelijker in die zin dat je in onze tijd iets langer kon studeren dan nu. En dus dat betekent dat je, terwijl je lid bent van de studentenvereniging, wel ergens een beetje in de gaten moet houden dat je een tempo erin blijft houden met je studie. En ook nog een keer dat je hogere cijfers haalt. Eigenlijk een 7 plus gemiddeld. Dat was eigenlijk niet het geval 30, 40 jaar geleden. En nu wel, omdat je bepaalde masters die je daarna wil doen, eigenlijk een 7 moet hebben. Dus het is wel zwaarder en iets meer druk. Maar absoluut aan te bevelen, word lid. Dank en natuurlijk in het bijzonder USR. Ja, zeker. Dank u wel. Ja, ik denk dat wat u aansnijdt ook heel belangrijk is en ook heel erg leeft bij de mensen die nu gaan studeren, omdat er toch een angst is om
onder de druk van korter studeren en beter presteren dit niet te doen. Maar ik ben blij dat u aangeeft dat er ook hele belangrijke kanten aan het lidmaatschap van de studentenvereniging zitten. Dat ervaar ik zelf ook heel erg. En die combinatie is ook zeker te maken en ook zeker bij USR. Dus dank daarvoor. Een andere vraag die bij ons is binnengekomen en waar u net al naar refereerde, is de uitcommissie die u heeft opgericht in 82. Zelf ben ik nu prees van die uitcommissie. Toentertijd noemde u het ISI en zo noemen we het hier nog steeds. Wij zijn erg benieuwd van waar die oprichting toen kwam. Wat was het gevoel? Was dat nodig? Was er toen een groeiend idee van we hebben een introductiecommissie nodig? Ja, het jaar daarvoor, in 81, was ik samen met Gijs de Vries, vormde bij de noviciaatscommissie en deden wij de introductie van de nieuwe leden. En toen we daarmee klaar waren, toen reflecteerde ik eigenlijk op de werving van de leden in het jaar daarvoor dat we noviciaatscommissie waren. En daar had Unitas geen echt programma. De sociëteit was open gedurende de introductiedagen. Mensen konden kijken en een keer was er een feest en dat was het dan. En ik dacht, het is veel verstandiger om een gericht programma te hebben over de positionering van USR ten opzichte van de andere verenigingen. Überhaupt als vereniging, dat het verstandig is om lid te worden. Wat voor programma, hoe profileer je enzovoort. En toen heb ik tegen de Senaat gezegd, goh, we zouden het anders moeten doen. En die waren het met me eens. En toen hebben we de ISI opgericht en 40 jaar later bijna bestaat dat nog steeds, vind ik wel heel erg mooi. En ik denk dat het verstandig is. En ik denk eigenlijk dat de noodzaak voor zo'n uitcommissie of ISI veel groter is geworden. Om precies wat je net zegt, dat studenten wat twijfels hebben. Moet ik lid worden, moet ik geen lid worden, hoe snel moet ik studeren enzovoort. En daarbij is het benadrukken van wat studentenverenigingen zijn en wat ze kunnen alleen maar belangrijker geworden. En ook natuurlijk de concurrentie tussen de studentenverenigingen. Ik moet eerlijk toegeven, mijn jongste zoon is lid van USC. Niet van Unitas, maar wel heel verstandig dat hij lid is geworden van een studentenvereniging en dat leven ook kent. En ondertussen gewoon doorstudeert. En dat is wel zo. Druk is iets groter, maar je kan ook veel aan als jongeling. Ja, zeker. En waar u naar refereert is inderdaad ook zeker bij ons in de afgelopen jaren duidelijk te zien. De noodzaak voor zo'n introductiecommissie is erg groot. Dus we zijn erg blij dat die toentertijd is opgericht. En ik denk ook dat die heel mooi is doorgeëvalueerd. Want ik ben heel benieuwd naar uw verhalen van uw eerste ISI-jaar. Maar inmiddels is de ISI verantwoordelijk voor een enorm evenement in het park voor Lucas Bolwerk. Wat erg goed is voor onze ledenwerving. Dus daar is echt een mooie stijgende lijn in geweest. Maar ik ben erg benieuwd hoe dat bij u in uw eerste jaar was. Wat heeft u gedaan toen? We hebben toen duidelijk gezet waar profileert Unitas zich ten opzichte van andere verenigingen. Het was veel coherenter dan bijvoorbeeld een Veritas. En het was gemengd, anders dan UVSV en het koor. En dat was ook de reden dat ik overigens lid ben geworden zelf van Unitas. En Paul Prevot, Gijs de Vries, geldt precies hetzelfde voor. Die gemengdheid van Unitas, dat is denk ik een asset van Unitas. En die moet je ook benadrukken. En dat hebben we ook gedaan in die introductiecommissie toen. En ook dat het deels klassiek is en allerlei morisses heeft. En deels ook een bepaalde vrijheid heeft. En ik denk dat die combinatie goed is. En natuurlijk hebben we feesten georganiseerd en we hebben dingen buiten georganiseerd, zodat het aantrekkelijk is om te komen. Maar ook duidelijk uitgelegd wat het karakter is van USR. En dat sprak aan blijkbaar en spreekt nog steeds aan. En dat is, dat vind ik geweldig. Alleen maar mooi dat mensen hier nog steeds voor blijven kiezen. En nogmaals ook om actief te zijn, wat ik zelf ook ben geweest. Als je hier aankomt, de meeste mensen hebben natuurlijk alleen maar middelbare school gedaan. Misschien de schoolkant of misschien iets gedaan, maar niet veel. En hier op zo'n vereniging kan je toch leren hoe het is om met elkaar om te gaan. Om commissies te doen, besturen te doen en jezelf te ontplooien. Om met een aantal mensen überhaupt te vergaderen. Had ik ook nooit eerder gedaan. Hoe is dat? En hoe praat je dan met elkaar? En hoe doe je dat? En hoe ga je van A naar B? En B is dan een visie, dat je iets wil neerzetten. Wat is dan een visie en hoe kom je daarbij? Natuurlijk ontstaan er ook spanningen in zo'n club en ruzietjes en verschillende meningen. Hoe ga je daar dan weer mee om en dat soort dingen.
En al dat soort dingen hebben mij ontzettend geholpen, ook in mijn carrière later. Zoals je net zei, ik ben 13 jaar lang CEO van DSM geweest, in de afgelopen 13 jaar. En alle dingen die ik hier bij Unitas geleerd heb, heb ik ook later in mijn carrière kunnen gebruiken. Ja, wauw, dankjewel. Ik vind het erg mooi om te horen dat u er zoveel van geleerd heeft. En zelf vind ik het ook heel mooi dat wat u vertelt en de waarde die u toen heeft uitgezet bij de IC in dat eerste jaar, eigenlijk in 82, dat wij die eigenlijk nog steeds aanhouden. En dat ook nog steeds de punten zijn waar wij ons mee profileren. En ook nu in 2020 nog willen laten zien waarom je wel lid moet worden van Unitas en niet van een andere studentenvereniging. Visie, en dan moeten jullie op doorbouwen met jullie visie. Ja, zeker, zeker. Maar dat doen we ook. En USR is een hele traditionele vereniging. En die onveranderlijkheid die u beschrijft, die waardeer ik zelf heel erg aan deze toko. En ik ben erg blij dat u dat eigenlijk zo zelf omschrijft. Een andere vraag die speelt is uw studie. Wat heeft u eigenlijk gestudeerd? Ja, ik heb medische en moleculaire biologie gestudeerd. Dat was wel, zoals dat toen heette, een zware studie. Ik denk dat dat ook juist was. Omdat je veel practica had en veel verplichte werkgroepen, verplichte hoorcolleges. Dus het was wel af en toe zwaar, want ik moest, en dan moest je ook nog naar de Uithof en niet naar de binnenstad. Dus ik moest 's ochtends op de fiets wel naar de Uithof, hoe laat het ook hier geworden was. Dat was wel eens zwaar, maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja, die studie heb ik hier afgerond, medische en moleculaire biologie. En daarna ben ik naar Rotterdam gegaan, daar heb ik bedrijfskunde gezeten. Dat was de eerste lichting bedrijfskunde in Rotterdam. En die combinatie van biotechnologie enerzijds en bedrijfskunde anderzijds heeft me gebracht in de carrière die ik heb gehad. Eerst bij Gispelkaders, later bij DSM. Een groot biotechbedrijf, biochemiebedrijf. Dus, waarbij ik de ervaring nogmaals van USR heb kunnen gebruiken. Mijn studie, nou, het is allemaal goed gekomen. Ja, gelukkig. Dat het nou is goed gekomen is het zeker. Wel, wat ik leuk vind aan het verhaal dat u vertelt, is dat u dus eigenlijk een combinatie hebt gemaakt van bedrijfskunde en van medische en moleculaire biologie. En daarmee goed terecht bent gekomen bij DSM, als ik dat zo mag zeggen. Dus dat is erg mooi. Maar inmiddels bent u geen CEO meer van DSM, maar bent u speciaal coronagezant namens het kabinet. Ziet u dingen terugkomen vanuit uw vorige baan bij DSM? Heeft u contacten daarop gedaan of merkt u dat u daar veel aan hebt in uw nieuwe functie? Ja, het is niet helemaal een functie. Het is wat ik noem een soort vrijwilligerswerk. Maar goed, ik help het kabinet en ik begeleid het kabinet en ik probeer me in te zetten waar ik me kan inzetten ten aanzien van de coronacrisis. De besluitvorming ligt natuurlijk altijd bij de minister en het kabinet, dus ik adviseer. Maar de ervaring die ik heb in het bedrijfsleven, de ervaring die ik heb met de farmacie, de contacten die ik heb met de verschillende bedrijven, die kan ik natuurlijk enorm inzetten op dit moment om te zorgen dat we genoeg testen hebben, dat we hopelijk straks genoeg vaccins hebben. En dat we niet in een continue lockdown of weer terug moeten gaan naar een tweede lockdown. Dat zou niet goed zijn. En natuurlijk ergens de bestuurlijke ervaring om van A naar B te komen. Die kan ik mooi gebruiken in deze rol. Dus ja, als ik me kan inzetten voor het land in misschien wel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan doe je dat graag. Ja, dat begrijp ik. En hoe is dat gegaan? Bent u, bij wijze van spreken, belde Mark Rutte u op? U noemt het zelf vrijwilligerswerk, maar ik denk dat daar toch een soort traject aan vooraf is gegaan. Ja, het kabinet belde hem op, maar ook bij een monden van minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Wil je namens het kabinet coronagezant zijn? Nee, je kan er niet voor solliciteren. Dus, nee. Als die vraag op je afkomt in deze crisis. En ik was net gestopt na 13 jaar CEO bij DSM. Ja, dan zeg je geen nee. En als je geen nee zegt, zeg je ja. En dan zit je erin. En dan ga je helpen. En dat is redelijk gelukt. We kunnen nu na 2 maanden iedereen in Nederland testen. Daar ben ik blij om. Niet iedereen doet het nog. Dat zou wel moeten. Iedereen zou ook de regels van het RIVM goed in acht moeten nemen, ook straks in de introductieperiode wederom, met afstand en hygiëne enzovoort, omdat we gewoon met z'n allen geen tweede golf
en geen tweede lockdown willen hebben. En ik hoop dat we ons daar aan gaan houden. En ook hier binnen de studentenverenigingen. Ja, zeker. Daar gaan wij ons ook erg voor inzetten. Ook tijdens de komende uit. Dus in die zin was de timing eigenlijk prachtig. Want u was net klaar bij DSM en toen belde Hugo de Jonge. Dus dat, ja, ik had het niet zo gepland, moet ik zeggen, deze timing natuurlijk. Nee. Ik had liever gewild dat er geen coronacrisis was geweest. Maar inderdaad, ik was beschikbaar, zullen we maar zeggen. En, ja. En dan zeg je ja. Snap ik. Onze laatste vraag is eigenlijk een hele brede vraag. En dat is een vraag die belangrijk is voor beginnende scholieren, beginnende studenten. Wat zou u willen meegeven aan personen die nu zich gaan beginnen aan een eerste jaar van hun studie, die in deze pandemie denken, hoe ga ik dit aanpakken, en die nu naar Utrecht komen? Ja. Goeie vraag. Ik denk je moet realiseren dat als je mag gaan studeren, dat je in zekere mate bevoorrecht bent. Je moet voor je studie betalen, je hebt soms een studieschuld. Maar het kost nog steeds veel meer de samenleving dan jij er zelf voor moet betalen. Dus je bent in zekere mate bevoorrecht. Dus dat is misschien het eerste dat ik zou zeggen, realiseer dat de samenleving deels jouw studie betaalt. Iedereen maakt zich druk over schulden enzovoort. Overigens na de tweede studie, die moest ik zelf betalen, had ik zo'n 50.000 euro schuld ook daarna. Dat was in guldens nog, dus dat was minder. Dus ik denk dat je moet realiseren dat de samenleving bijdraagt aan jou. Dat is de eerste. Het tweede is dat je deze periode moet zien als iets van je eigen ontwikkeling. Je moet lol hebben, je maakt je vrienden, maar probeer jezelf ook te ontwikkelen. En dingen mee te maken, dingen te zien, dingen aan te raken enzovoort. En natuurlijk is het nu in de coronatijd iets lastiger. Want je zit op afstand, een college op afstand enzovoort. Maar probeer toch binnen de regels die er zijn connecties te maken met je medestudenten. En probeer dingen te doen, probeer dingen te ontdekken. Dit is een periode van ontdekken. En ook als het misgaat, de consequenties zijn niet heel groot. Dan hebben we een verkeerd feest georganiseerd of hebben we iets fout gedaan. Het valt allemaal wel mee. En probeer deze periode van ontdekken van dingen, probeer die maximaal uit te nutten. Geniet van deze periode, realiseer je dat je bevoorrecht bent en maak er gebruik van. Hartelijk dank voor uw komst. Goed, tot je dienst. En ik wens jullie met de ISI, met de uitcommissie, met USR ongelooflijk veel succes. En op naar, wat is het, nog de volgende 100 plus jaren. Ja, zeker weten. Het volgende onderdeel van UNTASSER College Tour is een gezamenlijk interview. In het vorige onderdeel sprak ik met Feike Siebesma over zijn tijd bij USR. En nu aangeschoven zijn twee vrienden van hem uit die tijd, Paul Prevot en Gijs de Vries. Paul Prevot was notaris met eigen praktijk in Haarlem. En Gijs de Vries was tot voor kort algemeen directeur van het Rode Kruis en heeft in de raad van bestuur gezeten van EY Consultancy. Heren, welkom. Meneer de Vries, als ik bij u mag beginnen. Kunt u iets vertellen over de vriendschap die u hier heeft opgedaan met elkaar? Hoe is dat ontstaan? Ja, het is een soort van feest der herkenning wat in ieder geval vandaag plaatsvindt. Maar toen eigenlijk ook. Het allereerste moment dat Feike en ik elkaar leren kennen, is er een soort liefde ontstaan die niet meer weggegaan is. We hebben van alles en nog wat gedaan. De noviciaatscommissie een jaar laag. We hadden nog een andere hele goede vriend, Rick Enklaar. Hij moet altijd even genoemd worden als wij bij elkaar zijn. Het is echt ongelooflijk. Houd direct hoor. We zijn hem helemaal kwijtgeraakt, maar hij wordt altijd genoemd. Dus ook nu weer. Ik hoop dat hij kijkt. Ja, dat wou ik net zeggen. Wie weet. We hebben net nog even op de Senaatskamer ook zijn foto gezien, dus het is helemaal goed. En meneer Prevot, hoe heeft u deze... Ja, Paul heb ik leren kennen omdat ik in een dramatisch studentenhuis woonde, waar een oudejaarslid was en Paul was een jaartje eerder lid geworden en die kende hem heel erg goed. Bijnaam inmiddels Doggy. En zo hebben wij elkaar volgens mij leren kennen. Ja, wat nog geestig is, dat ik zit nu in een bestuur van een stichting. En die Doggy, dat is Henk Westerhof, die is daar voorzitter van.
En daar ben ik net in dat bestuurtje. Stichting Bretels is dat. Die doen allemaal mooie dingen voor gezinnen waarin een overlijden speelt, van een kind of van een ouder. En zo zie je hoe na al die jaren, hoe je dan toch zo'n Doggy Westerhof tegenkomt en hoe je dan zomaar in hetzelfde bestuurtje belandt. Een paar jaar geleden. Ja, nou wat bijzonder. Maar het meest memorabel van onze vriendschap was dat wij samen in een voetbalclubje, een zaalvoetbalteam zaten. Dat heette FC Biertje Graag. Nou, jullie begrijpen waar de naam vandaan komt. Meer bier gedronken dan goed gevoetbald. Oké. Okay. Dus u was met z'n drieën, zat u in hetzelfde voetbalteam? Ja. Nee, in feite niet. Ik heb niet aan voetbal meegedaan. Slapstick, hockey. Oké, goed. Slapstick bestaat natuurlijk ook nog steeds, dus dat is erg leuk. Want u sprak al over de meest memorabele momenten. Meneer Provo, heeft u nog een mooi memorabel moment? Nou, moet je zeggen, voor mij was het een aaneenschakeling van... Ik was meer van het kroegleven. Ja. Ik was wat je dan noemt een kroegtijger. Dat kan ik bevestigen. En dus die plek die was ook bezet daar op de hoek van de bar. Hier in de Heijwegen. Maar goed, weet je, we hebben mooie gala's gehad, feesten, reisjes gemaakt. Ik vond het leuk. We gingen toen naar Antwerpen, naar Londen. Met de juridische subvereniging was dat toen. En dat waren wel mooie tripjes. Dus tegenwoordig zeg je ja, Antwerpen, Londen, waar gaat het over? Is dat allemaal nou zo bijzonder? Maar Paul had wel iets bijzonders. Paul woonde al zijn studentenjaren thuis. Waar wij ook trouwens dan regelmatig kwamen en daar de boel een beetje omver wierpen van tijd tot tijd met een paar maanden erbij. Maar Paul kwam min of meer standaard pas om 1:30 s'avonds kwam hij hier aan. Dan waren wij al een eind op weg. Dan kwam Paul nog eens een keertje binnenzetten. En die bleef dan ruim tot laat en een van de laatste. Ja. Maar je had altijd een naam dat je gewoon wel laat kwam. Ja, ik dronk eerst bier met mijn vader. Ja, hier, kijk. En daarna kom ik hier met mijn vader. Maar dat zul je nu ook wel meer krijgen, denk ik. Dat studenten langer thuis blijven wonen. Dus ik zou zeggen, ook al woon je thuis, word vooral lid van een vereniging. Zeker. We zien dat het over het algemeen mensen hier ook in hun eerste jaar lid worden als ze nog geen kamer hebben. Veel vinden wel een kamer. Maar ook inderdaad met het leenstelsel zijn er mensen die inderdaad langer thuis blijven wonen. Zeker als hun ouders uit Utrecht komen. Ik weet niet of dat ook... Ja. Maar wat is de reden dat u rond 1:30, 1:00 pas deze kant op kwam? Want dat is wel, ik zei, het is geen grap. Ik dronk altijd eerst met mijn vader thuis. En dan ging ik naar de sociëteit en dan kwam ik terug met vrienden. Om 4:30 ja. Of zo. Dan gingen we eieren bakken, sigaren roken. Ja. Dan kwam mijn moeder 's morgens beneden. Die zei van, nou, het waren in ieder geval hier. Ja. Die bezoek zijn geweest, want ze rookte sigaren. Dat waren dan de sigaren van mijn vader. Maar zo ging dat dan. Ja. En meneer Siebesma, wat was voor u een mooi memorabel moment aan uw tijd met deze twee vrienden? Ja, we hebben heel veel dingen samen gedaan natuurlijk. Allerlei commissies. Maar ook zo'n noviciaatscommissie die we samen hebben gedaan, Gijs en ik. Met die novieten proberen om die wegwijs te maken in hun nieuwe leven. Was geweldig. Meneer De Vries, hoe kijkt u daarop terug op die noviciaatscommissietijd? Ja, er komt eigenlijk maar één beeld voor ogen. Dan zie ik Feike daar weer paraderen voor de troepen. Dat doet hij eigenlijk nog steeds, maar dan voor de BV Nederland. En dan had hij wel zo'n jacket aan en dan deed hij mij eigenlijk altijd aan een pinguïn denken. Dus ja. We hebben ook altijd de metafoor van de pinguïn. Ik weet niet hoeveel pinguïns ik jou ook gegeven heb. Klopt. Maar dat is daar ontstaan. Mooi. En we hadden het net korter al over, maar u heeft alle drie via Unitas SR uw echtgenoot ontmoet. Meneer Provo, kunt u daar iets over vertellen? Ja, ik zat in de kampleiding. Voor rechten trouwens, in Vught was dat. En toen hadden we al een beetje contact met elkaar gekregen. En toen kwam ze toevallig, zij dacht dat ik dat uitgekiend had, kwam ze op Unitas. En toen was ik ook aan kampleiding. Dus zo is het een beetje gekomen. Oké. En niet meer bij elkaar weggegaan. Nou, mooi. Dat en bij ons allemaal. Ja. Ja. Ja, ik heb mijn vrouw hier ook leren kennen, toen vriendin. Zoals zoveel. Ik denk dat veel Unitas huwelijken gesloten worden. En hopelijk ook allemaal in stand blijven. En het heeft ook wel iets moois dat je elkaars vrienden kent in haar jaarclub, die er ook nog steeds bestaat, en die van ons, en dat je eigenlijk diezelfde achtergrond hebt. Mijn broer was hier ook lid,
Mijn twee zussen waren hier ook lid van USR. Dus een hele familie Sybesma. Dus vanochtend zei u tegen uw vrouw, ik ga weer naar Unitas. En toen, dat vond ze wel leuk om... Ja, heel mooi. En natuurlijk de vraag die ze stelde, kijk even of er veel veranderd is in deze 40 jaar. En wat ik straks zal zeggen, is er is heel weinig veranderd. En wat ik ook eerder zei, de tijden zijn wel heel erg veranderd. Maar jullie hebben ook hier op USR een aantal gewoontes, een aantal mores, een aantal manieren van doen die gewoon zelf te blijven over tientallen jaren. En dat heeft ergens ook iets heel moois. Zeker, zeker. En dan denk ik dat jullie daar trots op mogen zijn met elkaar. Ja, dat zijn we zeker. Meneer Vries, heeft u uw echtgenoot hier ontmoet ook? Nou, indirect. Maar ik heb hier wel mijn grote liefde ontmoet. Maar dat is jammerlijk afgelopen. Daar weet Fijke alles aan, want ik ben in een soort van depressie toegekomen. Okay. Fijke werd een soort van psychiater toen van mij, maar Paul volgens mij dito. Liefdes ontstaan en liefdes uitgegaan. Ja, ja, ja. Dramatisch. Ja. Iedereen moet het weten, maar Paul heeft het vooral later goed gemaakt. Doordat Paul en Vivian en twee andere goede vrienden van ons mij toen gekoppeld hebben aan een goede vriendin van hun. En dat is mijn huidige vrouw al 32 jaar geworden. Zo zie je maar weer. Die clubgenoten, daar moet je op terugvallen, ook in de momenten dat het wat minder is. Absoluut. Nog steeds gebeurt het ook af en toe dat mensen me bellen en die iets van me willen en zeggen, ja, weet je nog, uit de Unitas-tijd? Bij een aantal weet ik het nog, een aantal niet. Maar het schept toch een band. Als iemand belt uit zo'n Unitas-tijd, dan doe je daar wat voor. Ja. Maar het is wel overigens zo dat Fijke en ik hebben elkaar wat beter leren kennen, omdat wij 40 jaar geleden, en ik heb het nagekeken, vandaag 40 jaar geleden kwamen wij terug uit Italië. We hebben 3,5 weken vakantie met elkaar gevierd, met 4 andere jongens. Daar waren een paar koorleden bij, dat is een mix van beide, dat waren huisgenoten van Fijke. En zo hebben wij eigenlijk elkaar echt goed leren kennen. Hoewel ze lid waren van het koor, waren het ook wel goede gasten. Toch? Maar er is er nou één ding te binnen wat wel even genoemd moet worden. Want niet altijd zijn de vriendschappen zo goed dat ze eeuwig doorgaan. Want Fijke zat in een huis op de Loevenbergmakerstraat, waar allerlei vrienden bij elkaar kwamen. Waar Paul min of meer zijn tweede huis had, waar ik uiteraard ook kwam. En die mannen zijn bij elkaar een clubje geworden. Niet een jaarclub, maar de Shorts Club. En ik probeer nog steeds om lid te worden van het clubje. Ja. En elk jaar wordt dat geagendeerd en elk jaar word ik weer afgewezen daarvoor. Dus, nou ja, dus het gaat niet altijd helemaal goed. Maar die Shorts Club is hier de KV. Oh, okay. En dat is ook heel goed, want het is een huis waar hij niet heeft gewoond, dat zou je herkennen. En hij wil nog steeds daar 40 jaar lid worden. Maar en het feit wij dat zijn zo ruiterlijk om het elk jaar te overwegen. Zeker, ja. En tot nu toe is het er nog niet van gekomen. Ja, dat is ook natuurlijk voor meneer de Vries wel mooi dat het na 40 jaar nog steeds geagendeerd kan worden. Want blijkbaar is er dus nog steeds contact tussen elkaar. Meneer Provost, dit is een serie afleveringen die wij maken voor beginnende studenten eigenlijk. Wat zou u willen meegeven aan mensen die nu beginnen met studeren en die hier naar Utrecht komen, eventueel overwegen om lid te worden van Utrecht SR of een studentenvereniging? Nou, ik zou zeggen, pak alle uitdagingen aan die je krijgt en het geeft kansen, het levert veel op in termen van vriendschappen voor het leven. Kennis moet je natuurlijk ook vergaren, maar dat stuk menselijke ervaring, mensenkennis opdoen en je ambities verwezenlijken, dat is iets wat bij uitstek hier, ik zie dat wel als een soort snelkooppan in je studententijd, komt dat allemaal. Dat werkt vormend voor je en daar ga je voordeel mee doen je hele leven lang. En dat is iets waar ik van zeg, pak die kans gewoon en maak er wat moois van. Dank u wel. Meneer de Vries, hoe kijkt u hier tegenaan? Ja, ik denk dan aan een neef van mij toen ik ging studeren. En daar keek ik nog wel tegenop. Die was wereldkampioen zeilen, de 74 skiën wel geleerd. En die zei, Gijs, je gaat nu studeren, het wordt de mooiste tijd van je leven. Nou, ik begreep niet goed waar je het over had, maar dit is inderdaad gewoon uitgekomen. Dus ik zou zeggen, geef je daaraan over. Het is een ongelooflijke mooie ontdekkingsreis om erachter te komen waar je talenten liggen, ook waar je zwaktes zijn, hoe je vriendschappen opbouwt, hoe je door je studie heen worstelt. Of je wel of niet ook uitdagingen daarnaast zoekt in sport. En we hadden het net nog eventjes over toen we op de Senaatskamer zaten.
dat we eigenlijk alle drie nooit in de Senaat, of Paul was daar gevraagd voor het sociëteitsbestuur, en allemaal hadden we ook daar een reden voor om dat niet te doen. Hè. Dus je leert ook keuzes maken wat dat betreft. Maar het is een geweldige speeltuin voor de rest van je leven. Absoluut, ja. Ik kan maar één ding zeggen, zoals Gijs ook zegt, het is een beetje een cliché, maar het is ook echt een van de mooiste tijden uit je hele leven, je studententijd. En maak er ook een mooie periode van. Heb lol, maak vrienden, ontwikkel jezelf en laat alles binnenkomen en geniet ervan. En leer ook fouten maken in vriendschappen, leer fouten te maken voor dingen die je achteraf niet had willen doen, enzovoort. Daar leer je me van. Dit is de kans om te genieten en te leren tegelijkertijd. Het is wel zo dat je vandaag de dag iets harder moet studeren en zorgen dat dat tempo erin blijft. Dat is gewoon maar zo. Maar ik zou zeggen, word wel lid, in ieder geval van de studentenvereniging. En als je een goede keuze maakt, ook van de USR. Heren, dank voor uw komst. Enorme dank voor de mooie verhalen.